Hallo, mijn naam is Niels van Top Security en we gaan het vandaag hebben over de buitenpost van Dynaic, de S215. Bij ons op de site bekend onder artikelnummer 142016, de opvolger van de 142015. Ik heb de doos hier voor me, dus we gaan even kijken wat erin zit. Ten eerste een Engelstalige handleiding. De buitenpost zelf. En een beugeltje met schroefjes voor de ophanging. Dit is de videodeurbel zelf, de buitenpost. Ten eerste valt dat meteen op, het is een schermpje van 4,3 inch. Je kan dus ook zien als je aanbelt wie er aan de binnenkant opneemt, de oproep doet. Ze zien jou ook, je hebt de camera staan, 2 megapixels en een vol HD. Beeld is heel goed beeld, scherp beeld, ledlampen erbij om beeld in het donker te versterken. Er zit een microfoontje en natuurlijk een luidspreker bij. Dus je hebt een tweeweg communicatiesysteem. Je ziet wie je spreekt, je hoort wie je spreekt en je kunt natuurlijk met elkaar gewoon praten. De camera is 2 megapixels en heeft een kijkhoek van 110 graden. Dus je hebt een best wel wijd blik zonder dat het beeld gaat vervormen. Dus het kijkt niet bol, het is geen fisheye, maar gewoon een nette camera en blijft recht het beeld. Je kunt, het is niet alleen een intercom systeem, het is ook een toegangssysteem. Je kunt als je op een pand werkt of woont, dan kun je met je eigen code de deur openmaken. Je kunt het met de kaartlezer doen, dus een tag of een kaartvoorhoud kun je hem openen. En je kunt natuurlijk ook gewoon bellen. Dan kom je met de binnenpost uit. De huismeester of de conciërge of zijn receptie zal dan opnemen. En van daaruit kunnen openen. Mocht je nou daar niet zijn, bent een bezoeker en die komt op het pand, dan kan je natuurlijk ook gewoon gaan bellen. Dan kom je bij de conciërge uit, want je hebt die codes niet om het open te doen. Maar je kunt ook specifieker bij de afdeling binnenkomen. Als je het afdelingsnummer intoetst en dan belt, dan kom je bij de juiste persoon uit die alsnog kan openen. Weet je dat ook niet, die code, dan kan je eventueel in het telefoonboek wat erin zit, je kunt naar boven en beneden scrollen en de juiste persoon opzoeken en daarmee kunt bellen. Dus dat is vrij veelzijdig en je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Het systeem zelf heeft op de toetsen op de 5 is gebruikelijk een puntje zitten in braille, zodat de slechtzienden zien dat het middenpunt is van het cijfertoets, dat het de 5 is. Voor slechthorenden hebben ze een magnetische lusser in gebouwd, zodat het signaal versterkt en zelfs doorgeeft naar het gehoorapparaat. Dus ook slechthorenden hebben profijt bij deze buitenpost. Hij is vrij robuust, hij is weersbestendig. Met IP65 zelfs gecertificeerd. Hij kan van min 40 tot met plus 55 graden prima werken. En hij is zelfs vandaalbestendig met de IK08 certificering. Qua installatie is het heel makkelijk te installeren. Via de achterkant heeft een PoE verbinding, dus je krijgt een data aanvoering over één kabel. En je kan via het SIP-systeem prima interageren met IP-telefonie. Dus je kunt met andere systemen combineren met deze buitenpost. We hebben eerder ook een video gemaakt over een binnenpost. Dat is de 142064. Met die binnenpost is het heel goed te combineren. En heb je daarbij een heel goed intercomsysteem waar heel veel veelzijdigheid in zit. En je kunt het combineren met andere systemen samen. Mocht je dit filmpje leuk vinden, of meer van dit soort filmpjes willen zien, nou, like dit filmpje, abonneer op ons YouTube kanaal en we zien ons de volgende keer weer. Tot ziens.